Stop Oost-Indië. Deze halte is niet toegankelijk voor een rolstoel of scootmobiel. Stone Cold Killer while he's doing it! Oh! And there goes Burger with a high kick! Excuus voor het ongemak. Wat mij het meeste energie geeft deze dagen, is denk ik dat ik nu al een soort van mijn droom leef. Michael Boapea! Boapea is relentless! Zie hoe iemand kan veranderen van eigenlijk een mollige jongen die nog werkt bij de KFC, die uiteindelijk gaat kickboksen. This is about as impressive a debut as you're gonna see in any sport. En besef van ja, hier ga ik groot in worden. Heb je een citroentje of niet? Ik heb net getraind. Dubbel espresso met tonic. Wat trek je zo'n gezicht, vriend? Energie nodig, vriend. Ik heb het vorige keer geproefd. Energie nodig. Mijn over mijn nek. Ik ben nu 23. Ja, bijna 10 jaar. Droom je al zeg maar, van iets. Toen ik gewoon begon met kickboksen, wist ik al van oké, dit wil ik. En ik wil gewoon het hoogst. Baren gewoon halen eigenlijk. En dat was gewoon wereldkampioen zijn van een supergrote organisatie. En ja, nu heb ik de kans om dat ook gewoon letterlijk ook gewoon waar te maken. Iets waar je al 10 jaar, 8 jaar al van droomt. Weet je, ik weet nog als jonge jongen in een kleine sportschool, dan laat je een van je mattie zeg maar, laat een van je mattie zeg maar je naam zeggen. En dan doe ik alsof ik zeg maar, dus zeg maar naar de ring loop, snap je? En dan zegt hij van, en je vecht nu voor de wereldtitel, snap je? Dat soort dingen. Dus je leeft er al zo lang naartoe. Ja, is gek man. Het is echt gek. Hij liet al vroeger zien, waarschijnlijk toen we 14 jaar waren, denk ik. Toen was hij al aan het werk. Wij waren nog allemaal rond aan het hangen. Terwijl hij was al bezig met werken. Daarna was hij gaan kickboksen en is hij eigenlijk maar door blijven gaan. En hij heeft aan mij laten zien van, je weet toch... Als je iets wilt en je gaat ervoor, dan kom je er ook. En dat bewijst hij nu weer. Ik zag hem weinig en hij was aan het werken. Maar hij was aan het grinden voor iets. Weet toch, hij was gewoon aan het streven naar succes. Hij wou gewoon succes. Ik ben Dylan Wopea, de broertje van Michael. Ik heb zelf niks met kickbox. Ik voetbal. Schaatsje, links, rechts. I am Ebenezer Boapea. I'm the father of Michael Taibom Boapea. He was a first football in La Quartier. I used to take him to there, you know. It wasn't easy, but I was just trying to help him, you know. Hij speelde bij ons, maar wij speelden selectie. Hij speelde D2 meestal, een tweede team. Maar hij wou niet voetballen, hij was grappig toen. Het zou gewoon grappig zijn. Ja, papa. Yeah, I don't find football leuk. He want to do kickbox. He wants to train. So I would say no because I was afraid, you know? Yeah, I was afraid. But he said, Papa, I like to do it. Then I wasn't feeling nice, you know. So one day I was sitting there and I said, okay. Boy, maybe that is your life, your destiny. So I have to support you. Do what your heart desires. Dus mijn vader werkte in een soort van slagenfabriek. En hij werd elke dag om 2 uur wakker. 'S avonds ging hij werken. Begon hij met 3 uur. 3 uur moest hij dan werken. Stond hij 2 uur op. En werkte die 10, 9 uurtjes, kwam hij thuis, ging hij eten voor ons zetten. Sliep hij of lag hij even op de bank. En ik wist altijd dat ik hem rond die tijd wakker moest maken, want toen moest hij weer 7 uur 's avonds weer werken en schoonmaken. En dan kwam hij thuis, 5, 6 uurtjes slapen. En dan moest hij weer om 2 uur wakker worden. En dat deed hij 5 dagen in de week. En daarna ging hij ook ons destijds toen ook nog naar voetbal brengen. En dan moest hij ook 7 uur wakker worden, 8 uur wakker worden om ons naar voetbal te brengen. En dan had hij eigenlijk zondag voor zichzelf. En dan was een dag dat hij gewoon de hele dag in zijn kamer sliep. En dan maandag weer. En dat deed mijn vader
doet hij nu al, of ja, doet hij nu al zeker meer dan 25 jaar. Dus als je dat als een jonge jongen moet zien, dat gaf mij een bepaalde vuurtje van, hey, als ik niet brood op de tafel breng, gaat mijn vader een van deze dagen gewoon omvallen. Ja, zo begon het eigenlijk voor mij, dat vuurtje in mij, die motivatie om iets te maken van mijn leven. Met de gedachte van, hey, als ik succesvol word, kan ik vroeg of laat mijn vader eerder op pensioen zetten. Laat me zeggen, in zijn jeugd heeft hij wel bepaalde druk op zichzelf gezet. Dus daarom dat hij het zeg maar zo gedraagt en zo. Hoe noem je dat? Carry person. Dus dat hij veel meer geeft. Dus hij laat dat ook gewoon zien. Als ik op school zat, ik sliep in de les. Ging spijbelen al die uurtjes. En gewoon werken. Ik wist, als je 16 bent, mag je een soort van... Of 15 mag je niet een bepaalde uur, moet je tot een bepaalde uur voldoen. Maar ik smeekte mijn manager gewoon meer uurtjes te draaien, man. En ik weet, toen ik 18 was, had ik iets goed gespaard. En gaf ik mijn vader het geld. En toen zei hij van zo. Ik weet nog, toen ik hem het geld zo gaf, dat hij naar mij keek. En dat hij soort van begon te huilen. En toen zei hij tegen mij zo, nu hoef ik eindelijk niet meer te schoonmaken. Zei hij tegen mij van, ik ga nu stoppen met schoonmaken en ik ga nu alleen zijn fabriekwerk doen. Dat gevoel wat ik toen kreeg, dacht ik van, oké, ik heb 4 jaar lang gestreden, niet voor niets, zeg maar. En dat gaf mij zo'n gek gevoel, dat ik dacht van, ik wil dit vaker hebben, ik wil dit meer hebben. Oké, over een paar jaar, dan is het gewoon dat mijn vader nooit meer werkt. En dat was mijn eerste motivatie. En nog steeds een van mijn grote motivaties. Waardoor ik soms denk, als ik moe ben, of wat dan ook, denk ik van, hoe kan jij moe zijn? Kijk hoe lang je vader dit al doet. Daarom ben ik ook iemand die het vaak super moeilijk vindt om bijvoorbeeld een training af te zeggen. Of zeggen van, yo coach, ik ben moe. Ik heb het wel echt de afgelopen jaren moeten leren. Maar er is nog steeds iets waar ik moeite mee heb. Want dan komt die gedachte van, maar hoe kan jij moe zijn? Je weet toch? Je vader doet het al meer dan 30 jaar. Hoe kan jij moe zijn? Dat is een bepaalde stemmetje wat uit in mijn hoofd komt. So always I've been there for him. And he too has been there for me also. You know? He's my brother. He's not my son. Yeah. Is my brother. Ja. Mike komt van ver. Ik heb Mike een paar jaar geleden leren kennen. En hij was toen al heel dedicated. Hij was toen al heel doelbewust. Iemand die precies wist wat hij wou. Wat hij wilde. Wereldkampioen worden. Hey, it's time for the new jongens. Het is heel snel gaan. Want ik kan me nog herinneren, nu is het tijdbom. Toen was het geen tijdbom. Toen was het belly. Toen was een mollige jongen. Maar nu, je ziet het topfit. Heel fit. Toen zie je maar eigenlijk dat in een aantal jaar zie je hoe iemand kan veranderen van eigenlijk een mollige jongen die nog werkt bij de KFC. Die uiteindelijk gaat kickboksen en beseft van ja, dit is mijn talent. Hier ga ik groot in worden. En uiteindelijk is het Michael Tijdbom. En dat vond ik al heel knap op jonge leeftijd. Hij is pas 23 geworden. Niet uitgaan. Gefocust zijn. Echt weten. Ja, echt een doel. Door alles wat hij heeft meegemaakt. En om ook zijn ouders... Vooral zijn vader te gaan helpen, zijn familie te gaan helpen. Dus hij wilde het per se gaan maken. Hey,
He gave it all he had, but no one was beaten Boapea on this night. No, too technical, too sharp. Incredible performance. De wedstrijd is gewoon een en al gewoon zwaar. Je hebt geen andere woorden voor. Ik denk als je vanaf buitenaf kijkt, denk je gewoon van doe wat of zo. Snap je? Of doe wat meer. Maar je hebt echt geen idee wat voor, ja, wat je lichaam eigenlijk op dat moment aangeeft. Je lichaam zegt gewoon van vriend, dit is niet gezond. Stop. Hier moet je stoppen, weet je. En ja, het is gewoon echt pittig. Vooral als je nu als mij dan 5 rondes moet vechten. Je kan het aan de vechters vragen. Maakt niet uit hoe hard je traint. In de derde ronde ben je altijd moe. Maakt niet uit hoe hard je traint, weet je. Dus laat staan 5 rondes is gewoon bijna niet gezond. Maar ja, zoals ik net al zei. Als je lichaam zegt stop, moeten je hersenen zeggen doorgaan. En dat is iets gewoon wat je jezelf zelf altijd moet aanleren als vechter. So, when you come say, papa, I'm going to fight. I say, good luck. You come home, then you say, papa, I win. Then I feel good, but I'm afraid to look at his website, you know. Yeah, sure, I'm afraid. Yeah, you know, it's blood, you know. When you cannot hit always, eh? Somebody will hit you also. So when I'm there, then I don't feel good. So always after the match, then I watch the West right for him. Because my heart, no, he knows it. I cannot. I'm a very strong guy, but when it comes of him, then I'm down. Dat is me. Ik denk dat de mensen niet echt doorhebben wat we allemaal voor doen. Hoe diep we elke dag moeten gaan om dat klein beetje succes te behalen. Ik denk dat ze echt niet, nee, ze hebben het echt niet door, denk ik. Ja, ik train zeker wel 10 tot 11 keer in de week. Zeker weten. En besef, dit was eerste training. Ik moet zo naar huis, eten maken. 1 uurtje, 2 uurtjes slapen en dan moet je, ja, begint alweer je tweede training, weet je. En, tweede training is kickboksen, maar dat is net zo zwaar, misschien soms zelfs zwaarder. Dus ja, het is gewoon belangrijk om geen medelijden met jezelf te hebben. Ja, man. Als je mentaal niet sterk bent, is deze sport niet voor jou. We gaan vandaag net even anders. Ziet het, hè? Eindelijk heb ik zijn shirt uit. Laat zien. Probleem. Oké, ga verder. Als hij 50 is, wil ik zien hoe hij eruit ziet. Hij, toen hij bij me kwam trouwens, hè, was het een bolletje. Hè? Was gewoon bol. Maar goed, we zijn vandaag in het zwembad. We gaan vandaag net even iets anders trainen. Net even dat lichaam anders aanpakken. En zorgen dat wij 4 november helemaal ready zijn. Het mooie ervan, als je met die jongens bezig bent, geen van ze kunnen zwemmen. Dus je gebruikt zoveel kracht dat die spieren ja, na 1 keer heen en weer zwemmen, dat die denken van, oh, wat is dit nou weer? Weet je, die willen niet meer gewoon. Ik was wel even uit mijn comfortzone. Maar ja, als je dingen wil bereiken in het leven, dan moet je ook durven om uit je comfortzone te stappen. Ondanks dat dit een individuele sport is, functioneren we als team. We functioneren als team. Steeds in dezelfde environment blijven in de sportschool. Op een gegeven moment, niet dat je het zat bent, maar ja, je wil even wat anders. Dus dan kies je ervoor om naar zo'n zwembad toe te gaan. Dat is even weer anders. Zwemmen gewoon oké, maar kracht niet in de steek. Kracht niet in de steek. Neem op de rotonde de tweede afstand. 900 meter en dan zijn we bij de persconferentie. Dus enjoy, zou ik maar zeggen. Weet je wat ze vaak zeggen? Je moet je aankleden hoe je je voelt. Je ziet het weer. Hij is echt niet lekker, joh. En misschien kan jij nog model worden dan. Zag je niet Glory in mijn foto gebruiken? Ja. Of bij die dingen? Ja. Is dat wel? Lekker, dat is goed.
He doesn't know what's coming for him. Yeah, if it's 5 rounds, it will be 5 rounds of hell for him. 100%. Michael BOP heeft nog nooit teleurgesteld in een partij. Altijd spectaculaire partijen, komt altijd vol gas om te vechten. Dus hij wordt 100% een mooie partij. Hoi, hoi. Maar hoe zie jij die partij voor je? Denk je dat hij je serieus neemt? Hij neemt me wel serieus, maar hij onderschat mij. Dat is het. Ik denk dat het niet eens alleen met conditie te maken heeft, maar ik denk dat ik gewoon mentaal sterker dan hem ben. Dat is het meer. Op een gegeven moment maakt net hoe hard je traint, je bent altijd moe in de derde ronde. Maar ik denk het is gewoon belangrijk wie er zeg maar, als eerst aan toegeeft. En ik denk gewoon dat hij dat veel eerder als mij gaat doen. Dus dat is het denk ik vooral. Maar het moet geen bepaalde druk op je gaan zetten, weet je. Het belangrijkste is dat we van die partij genieten. Ja. Ik denk dat ik het krachttraining, pure krachttraining, het meeste haat. Maar ik zie dat er zoveel voordelen ook bij komen. Dus ik haat het, maar tegelijkertijd hou ik er ook van. Kijk, ik heb in het begin getekend, ik heb me ingeschreven op kickboksschool. Dus ik kwam eigenlijk alleen om te kickboksen. Maar ja, zodra je prof wordt, ga je niet alleen redden met kickboksen. Je moet ook je kracht erbij pakken, want die jongens zijn ook supersterk. Ik vecht nu tegen jongens die zeker wel 5 tot 6 jaar ouder als mij zijn, weet je. En als ik dan alleen ga kickboksen, ga ik het niet tegen hen redden. Nou, dit is vooral ook een stukje mentaal ook. Mentaal, je bouwt spierconditie op. Ja. Zuurstof in dat lichaam, zuurstof in de spieren. Als jij 5 keer 3 minuten moet vechten, ja, dan kom je jezelf wel tegen in de 5e ronde. Dat zijn de kampioensronden. En je probeert hem in je trainingen zo dicht mogelijk te evenaren. Ik heb wel de mooiste lichaam van. Eerlijk is eerlijk. Hij spoort niet, joh. Veel te ijdel. Kijk, wacht. Kijk veel te ijdel. Blijf van me af. Wissa heeft een mooie lichaam. Je gaat zien. Kijk, dat. Hij gaat zien. Hey, stop met dat, man. Stiekem ben ik van hem, hè. Hoor je wat hij zegt? Stiekem ben ik voor hem. Hij is Surinamer, vriend. Wat denk jij? Hij is 110 kilo. Kom hier met onze 85, 86 aankakken. Let's go, let's go. Maar ja, hij is wel fit voor zijn leeftijd. Eerlijk gezegd. 50 jaar. Als ik het doe, moeten jullie het ook. Kom. En hij heeft ook geen genade. Hij heeft ook iets met, als ik het kan, dan moet jullie het ook doen. Ademhalen. En als je naar achter valt, doe je beide knieën meteen goed. Het is voor mij een soort van een schouderklop van mezelf. Weet je, opgestaan, even een rondje lopen, handen omhoog. Zo probeer ik al te visualiseren dat ik zeg maar zo ook de wedstrijd ga winnen. Je bent klaar, bam, je loopt een rondje. Want je hebt gewonnen. En dat probeer ik elke training te doen. Als je klaar bent, even een rondje lopen, handen omhoog. En zo, ja, voor je het weet is het fight day, hè. En dan ga ik precies ook hetzelfde doen. Ik heb gewonnen, ik doe mijn handen omhoog en ik maak een rondje. Dus ja, man. Go hard! His face, Stone Cold Killer, while he's doing it. And there goes Kruger with a high kick. Para. Oh, dit. Dodelijk. Voor mij was het gewoon mijn enigste kans. Enigste kans om een nieuwe deur voor mij open te maken, zeg maar. Een deur waar je al te lang over droomt, zeg maar. Zeg maar, heb al die deuren ingeslagen voor die dag, zeg maar. Nu ben je bij die laatste deur. Als je deze niet openbreekt, dan, ik weet niet, ik dacht, nee man. Dan krijg je die kans nooit meer. Ja man. Hoe ik naar dat kijk, denk ik ook, hoe heb ik dat gedaan? Eerlijk, hoe heb ik dat gedaan? Om alles uit me, gewoon alles om me heen uit te zetten.
En gewoon nog steeds daar te staan en gewoon vechten. Gewoon. Ik was te laat. Ik was gewoon te laat. En, overal lintjes en zo. Ik was gewoon te laat.